precies tussen de pilaar en de raam. 40 jaar lang. En het was geen vetpot als gemeenteambtenaar. Mijn ouders moesten van zijn salaris de eindjes aan elkaar knopen. Vaak zaten zij aan de huiskamertafel, precies beeld onder de lamp, het maandsalaris in potjes te verdelen. Huishouden, kleding, verwarming, vakantie. Vond mijn vader het leuk werk? Nee, volstrekt niet. Hij vond het saai en hij vond het duf. En dat gaf hem geen voldoening en hij kwam 's avonds doodmoe thuis. Hij werkte onder zijn niveau, vind ik nu hoor. En hij kon zoveel meer. En wat hem op de been hielp, dat was het werk voor de personeelsvereniging. De televisie was nog niet dominant, het verenigingsleven bloeide. Hij was eerst lid van de GMB voetbalclub, later van de toneelclub en in zijn laatste jaren hartstochtelijk lid van de fotografieclub.